Ik ben Denise, ik ben 23 jaar en ik ben Miss Nederland 2020. Nou, ik heb gemerkt als ik lekker in mijn vel zit, wil ik ook uitstralen in mijn huid. En ik merk als dat allemaal goed zit, dan straal ik zelf meer. Wat ik doe om mijn huid gezond te houden, is elke avond en elke ochtend reinigen. Ik moet zeggen, heel eerlijk, dat ik dat van voor dit traject niet heel goed deed. Want ik wist niet zo goed wat ik gebruikte en wat ik moest gebruiken. Maar sinds ik in contact ben met Hanna, heb ik daar wel heel persoonlijk advies over gekregen. En ben ik daar nu wel heel consequent mee. Dus dat is voor mij een hele vooruitgang. Ik ben net wakker geworden, dus ik heb lekker een cleansing clay aangebracht, een maskertje voor onzuiverheden, voelt altijd heel lekker. En ik ben vorige week voor de winterbehandeling, de Intense Treatment, geweest bij Hanna Huidcoach. En nu heb ik huiswerk gekregen en ga ik het voor het eerst zelf proberen. Hij is er lekker af, voelt heel lekker. En ik ga het even nareinigen met de cleansing oil. Voelt ook altijd heel lekker om je huid mee te reinigen. En die breng ik zo aan op mijn huid. En dan mag je daarna lekker de koude kraan erop zetten. Voor het nareinigen van mijn huid gebruik ik de Prepare Potion. Daarmee bereid ik het ook goed voor de andere producten op mijn huid zometeen. Nou, je ziet al dat mijn huid lekker bezig is met de doorbloeding, want ik word lekker rood. Maar het is een goed teken, dus ik ga nu verder met de rest van de producten. Ik heb huiswerk meegekregen van mijn huidcoach en dat gaat over de Premium Elixir. En deze bevat amandelzuurtjes die dus van binnenuit mijn huid opbouwt en sterker maakt voor winterschaps. Het is een peeling, maar het trekt niet het behang van je gezicht af. Dus je kunt hem zorgeloos thuis opsmeren en daarna gewoon lekker verder gaan met je routine. Ja. Ik ben heel blij met mijn huiswerk, want mijn huid voelt echt lekker. Dus ik hoop dat mijn huidcoach trots gaat zijn. Maar ik ga het zeker thuis elke dag lekker uitproberen. Ik ga nu de Vitamin Complex aanbrengen. Dit is een lekker verfrissende spray om onder je dagcreme aan te brengen. Gewoon lekker even fris te worden na de behandeling die je jezelf hebt gegeven. En kan ik daarna mijn dagcreme aanbrengen. Ik ben bijna klaar met mijn routine. Maar omdat dit mijn favoriet is, heeft mijn huidcoach deze ook meegegeven. En dat is de Personal Choice. Maak altijd even een kleine tekening. Ik hoef nu alleen nog maar mijn Touch of Color aan te brengen. En dat vind ik heel fijn om mijn huid te egaliseren. Omdat ik door de week eigenlijk nooit make-up draag. Dus mijn huid voelt nu zo lekker dat ik dat ook durf. En dat het ook niet nodig is. En deze maakt het net wat egaler en geeft je net een Touch of Color. Wat ik zo leuk vind aan dat je thuis dus je huid zo goed kan verzorgen, is dat het eigenlijk heel makkelijk is. En met persoonlijk advies van een huidcoach is dat dus heel simpel. Maar ik vind het toch wel lekker om 1 keer in de 6 weken nog even bij mijn huidcoach in de stoel te liggen. Maar dit is voor tussendoor thuis om het bij te houden. Vergeet niet de andere afleveringen te kijken, want ik mag voor de camera van William Rutte staan. Wat ik een enorme eer vind. En dat is mijn eerste belangrijke fotoshoot als Miss Nederland. Dus dat wordt heel gaaf en jullie kunnen zien hoe dat eraan toe gaat.